Ja, dit wordt een hele korte uitzending. Vanwege het feit dat ik geen internet heb. En dat heeft te maken met een migratie. Dus iets met de KPN en mijn provider. Ik moet echt de tijd in de gaten houden. Want ik moet het onder de 5 minuten houden. Maar de KPN of zoiets met online. En ik ben de lul. En dan denk je vast, bah, Perry, wat een vies woord zeg, L-U-L. Ja, ik ben wel de lul. Want ik heb gewoon geen internet. Dus, daarom staat er al een week lang geen enkele nieuwe post van mij. Dat komt, ik heb natuurlijk wel internet, want je kent me wel. Ik ben partisan. Artisan mag je ook maar. Wel, ik weet het wel te regelen, maar dat. Ik zal het nu verklappen. Ik heb dus internet via mijn benedenbuf. En een buf, dat woord kennen de meeste mensen tegenwoordig niet meer, maar dat is een buurvrouw. En mijn benedenbuf, die heeft de wifi openstaan en die heeft haar wachtwoord verklapt. Maar ik kan dat lieve mens toch niet gaan lopen lastigvallen met te gaan uploaden richting de 1,5 gigabyte of zo. Dat kan ik niet maken. Want het arme ding, mijn buf, die heeft mij haar wachtwoord verklapt. Maar ze moet natuurlijk wel gewoon naar internet.dingesschoonmoeder.nl, weet ik veel wat ze wil. Misschien wil ze wel een filmpje kijken via Netflix. Ja, en als ik sta te uploaden via haar modem, ja, dat gaat even lekker niet door. En het punt is, dat lieve mens, ze is 's nachts ook op. Dus ik kan niet weten wanneer ik naar, ja, ik kan niet weten wanneer ze slaapt. Ik kan ook wel aan haar gaan vragen van, wanneer lig je in bed en loop je niet te internetten? Maar dan gaat ze naar mij kijken van, ben jij een pedo of zo? Dus dat gaat ook niet. Maar een heel klein filmpje kan wel. Ja. Maar vandaar, dus het internet is allemaal down. Ik heb nog 3 minuten, zie ik. Nee, 2,5 minuut. Ik heb nog eventjes. En ja, wat ik eens ga doen. Ik ga verder met Jezus en de samenswering. Daar ben ik gewoon lekker mee bezig. Dat kunnen jullie hier wel eventjes zien. Ja. Gewoon echt wel doordenderd. Maakt mij het uit dat internet uitgevallen is. Want echt, ik heb mijn benedenbuur nog. En ik heb een fles wijn voor haar gekocht. Maar ze deed niet open. Misschien lag ze te slapen. Of ze was gewoon misschien wel op bezoek bij iemand. Maar maakt het uit. Maar hier ga ik verder. Bij Jezus en de samenzwering. Want dat is toch echt wel heel erg belangrijk dat jullie dit gaan begrijpen. Dat er iets is met mensen aan de ene kant, hè, en menselijkheid aan de andere kant. Dat zijn twee verschillende dingen. En je hebt rood en roodheid. En hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? In de I Ching, daar hadden ze het al over, dat aspect. En Lao Tse, in de tijd van Confucius, die memoreerde daar ook aan. En daarna krijg je Gautama de Boeddha, of Siddhartha, je mag zeggen hoe, maar de Boeddha. En daarna kreeg je Jezus. En daarna is er behalve Mohammed, de gezegende, want ik wil geen Mohammedaan beledigen. Dat is het laatste wat ik wil in mijn graf. Ai, dat was een emotionele uiting zeg. Oh, wat zou Geert Wilders daarvan vinden? En hoe lang heb ik nog? Oh, ik heb nog maar 10 seconden. Nou, dat wordt echt snel afsluiten. Dus ik ga dus nu beginnen over Jezus en de samenswering, nummer zoveel. Ja?
Maar dat wel offline, want ja. En een 22 september, dan ben ik weer online. Dat zei de firma online. Dus ik heb met online gebeld en zij zeiden, per 22 september ben jij weer online. Ja, ik vind het een... Ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik helemaal niet online ben. Hoef ik ook niet te werken. Oi, wat een stoute opmerking was dat. Vind je niet? Nou, maar ik ga dus nu afsluiten. Ik ga deze omhoog pompen. Dat jullie weten, tot en met 22 september 2016 heb je niet veel te verwachten van Perrietje, Franciscusje, Martinusje, Winkeltje. Want hij is gewoon offline. Totdat hij weer online is. Nee, dag lievers. Waar was ik weer? Die ene taal. Duits. Duits was dat. Duits. Ik weet het weer. En in Duits is het tjus. Dag lievers.